event is Celebra Aruba, ik hoop dat ik het goed zeg, maar Celebrate Aruba. En we doen het in de Entertainment Center. Dat is donderdag, vrijdag en zaterdagavond, elke avond om 6 uur. Helemaal gratis evenement. En wat we doen is, we zijn samengekomen met lokale kerken hier vanuit Aruba om dit evenement te doen, om Aruba te vieren en om goed nieuws te vertellen aan de mensen in Aruba. Een boodschap van hoop, muziek, giveaways en we gaan een hele goede tijd hebben. Die samenkomen, die samenwerken om dit evenement op touw te zetten. Samen met ons natuurlijk uit Nederland. Wij sponsoren het evenement helemaal vanuit Nederland. En willen gewoon tot zegen zijn voor de mensen hier in Aruba. En goed nieuws verkondigen. Vorig jaar waren we in Curaçao. Een ontzettend goede tijd gehad. Geloof echt impact gemaakt op mensen daar. Op families, op gezinnen, op mensen. En dit jaar hadden we Aruba op ons hart. Eigenlijk wat we doen, we gaan verschillende landen langs met deze evenementen. En dit jaar is Aruba aan de beurt. En er is een hoop verwachting hier in Aruba, merkten we. Dat er open deuren waren, mensen hebben er verlangen naar, er is een nood. En waar de nood is, moeten we zijn. Dus elke avond muziek natuurlijk met een band. We gaan dansen, we gaan zingen. We gaan tegelijkertijd gaan we ook een. Elke avond ga je een boodschap horen. Een boodschap uit de Bijbel. Boodschap van hoop, boodschap van liefde, van geloof. En dan zijn er giveaways elke avond. Dus we geven 20.000 euro aan cadeaus weg. Om gewoon om mensen te zegenen hier in Aruba. Het begint om 6 uur elke avond. Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei. Nu dus dit weekend. Donderdag is natuurlijk Hemelvaartsdag. En elke avond om 6 uur. Elke avond is anders, dus je kunt elke avond komen. Elke avond gaan we een fantastische tijd hebben. En het is voor iedereen, het is niet alleen voor christenen. Iedereen is welkom. Dit is om te vieren Gods liefde en om een boodschap van hoop te horen. Ja, als je in Aruba woont, moet je hierbij zijn. Je mag dit natuurlijk niet missen. Het gaat een knalevenement zijn. Maar ik geloof, ons verlangen is dat iedereen die van dat Entertainment Center wegloopt, dat ze weglopen met blijdschap en met vrede in hun hart, met de vrede van God in hun hart.